Een oplossing vanuit de overheid laat op zich wachten. En de flexibiliteit op de koopwoningsmarkt, ook die is nog steeds niet in zicht. Het gevolg is dat er initiatieven ontstaan vanuit het bedrijfsleven voor mbo-jongeren. Enige vereiste is, de jongens moeten en de meisjes, die moeten wel een baan hebben. Maar dit stuit op veel verzet. Volgens de SP is dit niet de juiste oplossing om een woningtekort in Amsterdam tegen te gaan. Zij zeggen dat er sprake is van uitsluiting. Om maar te spreken met de SP, wie geen baan heeft, moet achteraan sluiten. Dat kun je niet maken. Mijn vraag aan u is, wat vindt u? Is er sprake van uitsluiting en discriminatie als je enkel aan jongeren met een baan woningen aanbiedt? Of mag je uitzonderingen maken? Wat vindt u? Laat het ons weten. Mail naar lijn1@ntr.nl. Twitteren kan #lijn1, maar u kunt natuurlijk ook live bellen. Dat kan op 0800-1121. Dit is Lijn 1. We werken voor de poen en ze zoeken het dus maar uit. Dat gezwam over werkende jeugd komt je oren uit. Als er echt iets moet veranderen, nou dan doen ze dat maar zelf. Als wij maar koffie krijgen en de pauze van 10:30. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dan staat vast. En je maakt je geen zorgen, je schijnt op de rest, want wij zijn aangepast. Pot hoorde u met de werkende jeugd. Ja, 10:30 is het geweest. En mijn gast in de bus hebben koffie gehad van Mario. Heerlijke koffie. Mijn gast in de bus, Erik Bobeldijk, deelraadslid, fractievoorzitter SP hier in Amsterdam. En Paulus de Wild, stadsdeelwethouder GroenLinks, ook hier in Amsterdam. Heren, een debatje, daar begin ik mee met jullie tweeën. Mogen werkende jongeren voorgetrokken worden als het gaat om toegang tot de huizenmarkt? Ja of nee? Erik Bobeldijk, SP, ik begin met jou. Wij vinden dat dat sowieso niet kan. Er is een zwaar tekort aan sociale huurwoningen. Mensen moeten soms langer dan 10 jaar wachten. De enige reden om voor te gaan is dat er urgentie zou worden geregeld. Dat je urgent bent. Dan zou je voor moeten gaan. Maar niet omdat je wel of geen baan hebt. Dat alleen de mensen een baan voorgaan. Dat willen wij sowieso niet. Waarom willen jullie dat niet? Nou, je krijgt een soort tweedeling. Je ziet ook al in de zorg dat sommige werkgevers voorrang regelen voor een werknemer. Die dan... Waardoor ook een ander langer moet wachten. Dus de beschikbare sociale huurwoningen, daar is gewoon een zwaar tekort aan. Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben. En dat schaarse goed moet je gewoon eerlijk verdelen en niet een deel daarvan uitsluiten. Paulus de Wild van GroenLinks. Ja, ik vind het een buitengewoon rare voorstelling van zaken om te doen alsof werklozen uitgesloten worden van de woningmarkt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het gaat hier om één project. Een project wat speciaal gemaakt wordt voor werkende jongeren. Er is niemand die piept als we studentenhuisvesting neerzetten. Of als we oudere woningen neerzetten. Dan kan je toch net zo goed zeggen van ja, we zetten een oudere woning neer. Ja, dat is leeftijdsdiscriminatie, want als 50-jarige mag ik er niet in. Dat is toch raar. Dus er is hier één project. Dat is speciaal voor werkende jongeren. Prima project. Er zijn bovendien 500 extra woningen. Dus het argument van Erik dat anderen daardoor langer moeten wachten, dat is ook helemaal niet het geval. Het zijn 500 extra die er anders niet waren geweest. Dus prima project. Zorg voor meer variatie op je woningmarkt. Zorg voor speciale projecten. Projecten voor werkende jongeren. Projecten voor niet werkende jongeren. Kortom, zorg voor veel soorten woningbouw. Dat is alleen maar mooi meegenomen. Eentje extra. Het is een beetje een doorgeslagen eerlijkheidsdenken van Erik. Nee, het is zeker niet zo dat er voor bepaalde doelgroepen niet gebouwd kan worden. Alleen het uitsluiten van mensen die geen baan hebben. Daarin krijg je wel een tweedeling. Dus ook wat ik zeg al van in de zorg. Maar bij studentenhuisvesting, wat Paulus terecht zegt. We hebben ook studentenhuisvesting. Dat vindt u geen tweedeling als SP? De studentenhuisvesting zit sowieso andere regels om. En dat gaat met name om dit zijn sociale huurwoningen. En mensen moeten echt 10 jaar wachten. En als je dan als werkzoekende langer moet gaan wachten. En het feit dat het zeggen van ja, dit komt er extra bij. Ruimte is schaars in Amsterdam. Er zijn her en der nog wel wat kale plekken. Omdat er wat woningen zijn gesloopt waar niet nieuw is voor gebouwd. Maar dat is straks niet veel. Dus je moet ook zorgvuldig met die lange wachttijden omgaan. Ja, nog maakt het erg echt merkwaardig om het zo neer te zetten. Want het is, er worden voortdurend projecten voor speciale groepen gemaakt. Als je studentenwoningen neerzet, dan worden mensen met een baan uitgesloten. GroenLinks maakt zich al jaren druk voor werkende jongeren. Zorg nou eens een keer dat er niet alleen voor studenten gebouwd wordt, maar dat er ook voor werkende jongeren gebouwd wordt. Nu is er een keertje een project. Nu mag het weer niet, omdat we dan anderen zouden uitsluiten. Dus dat is echt onzin. Deze mensen hebben juist op dit moment ontzettend weinig kans op die woningmarkt. Nou,
Dus moet je zorgen dat die woningmarkt extra voorzieningen biedt voor juist werkende jongeren. Eindelijk een keertje lukt zo'n project. Ja. Ik vind het zo gek om dan net te doen alsof er anderen uitgesloten worden. Hè, jij meldde het ook in je inleiding van in Nieuw-West. Mensen zonder baan mogen geen woning hebben. Nee, dat is onzin. Dit is één project en op dit project gaat het om mensen met een baan. Het gebeurt heel vaak dat huiseigenaren zeggen van nou, ik stel een bepaalde inkomenseis bijvoorbeeld. Hadden ze dat gedaan, had het effect precies hetzelfde geweest en had kennelijk niemand gepiept. Nou, ik vind het raar. Nou, ja, dat effect is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Want er wordt echt een onderscheid gemaakt op werk en niet op inkomen wat gebaseerd is. Kan je die huur betalen? Dat is een reële vraag van een verhuurder. Kan je die huur betalen? Maar als iemand van zijn 20ste tot zijn 27ste een redelijke baan heeft gehad, nog geen woning heeft kunnen vinden en dan werkeloos wordt, komt hij dus niet in aanmerking voor dit traject. Ja. Nou, dat is toch een vorm van rechtsongelijkheid die je gewoon niet moet willen hebben. Maar Erik, in de praktijk, je hebt mij overigens nog niet kunnen overtuigen dat dit een slecht idee is. Maar Erik, in de praktijk is het toch zo dat juist heel veel jongeren die werken, maar die weet je net niet genoeg verdienen. Dus inderdaad een beetje op dat mbo-niveau. Vaak juist voor hen het lastiger is. Want zij komen niet, als zij een woning willen in de vrije huursector, dan kunnen ze die gewoon niet betalen. Dus ik heb in mijn omgeving juist het idee dat juist jongeren met die werken vaak meer de dupe zijn van degenen die helemaal niet werken. Nee, het speelt voor alle jongeren. Dat er op dit moment gewoon een zwaar tekort is. Die hele sociale huurwoning, daar is echt een enorme vraag naar. Mm-hmm. Dat geldt zowel voor de werkenden als voor de niet-werkenden. Wij hebben ook, afgelopen woensdag heeft ons voorstel in de raad geïnd om niet deze koppeling te maken. Maar we hebben ook een voorstel gedaan om te zeggen van zorg dat het aantal sociale huurwoningen in heel Nieuw-West, in Amsterdam Nieuw-West, niet terug gaat lopen in deze periode. Want er is al zo'n enorme woningwachtlijst. Ja. Dat werd ook niet gesteund door dezelfde partijen die zeiden dit is een mooi project. Nee, dat is niet waar, Erik. Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. Het ging daarom een speciaal project. En daarom, en het is sowieso ook onze doelstelling om het aantal sociale huurwoningen op peil te houden. Dus wat dat betreft verschillen we laten niet we even mening. Wel vooral even bij dit project blijven. Ja, want gaan we het heel erg hebben over wat er in Nieuw-West gebeurt. Ja. Maar even terug naar dit project. Nou ja, als het gaat om jongerenhuisvesting, is wel heel belangrijk. Hè. Er is ook in de gemeenteraad is er ook een voorstel ingediend door GroenLinks om 8 miljoen vrij te maken voor jongerenhuisvesting. Ja. Het is de SP geweest die voorstelde om daar 4 miljoen van af te halen om dat naar oudere huisvesting over te hevelen. Nou, als er nou iets discriminatie is en ik ga naar bellen, maar voordat ik dat doe, nog even naar jou, Erik. Het klinkt een beetje, een SP, jullie hebben allemaal goede bedoelingen, maar het klinkt bijna alsof jullie geen keuze kunnen maken en zoiets hebben. Alles moet in één keer eerlijk zijn en als het niet alles in één keer eerlijk kan, dan doen we maar niks. Nee, kijk, uiteindelijk is het een schaars goed. Dat heb ik ook gezegd. Van de ruimte in Amsterdam is een schaars goed. En als we dit voor bepaalde groepen gaan geven, betekent dat je die ruimte niet voor andere groepen gaat geven. En op een bepaald moment, als je dit door gaat zetten, gaan er bepaalde mensen gewoon aan de kant staan. En dat willen we per se niet. Aan de telefoon hangt Dirk-Jan. Goedemorgen, Dirk-Jan. Zeg het maar. Goedemorgen. Nou, ik vind denk ik wel een goede stelling. Mensen, je hebt het over jongeren, dus we praten niet over mensen al lange tijd werken, maar tijd misschien. En als je niet werkloos bent, dan woon je feitelijk nog thuis. Een werkloos met een uitkering, dat kan nooit niet veel zijn, of zelfs sociale dienst moeten kijken. Dat wordt een gesubsidieerd huisje, kost klauwen geld. En laat nou die 500 jongeren die een baan hebben en een huisje, laat die nou gewoon starten. En dan hebben een paar anderen misschien wel pech, maar het geneuzel wat we weer hier met z'n allen ophalen. Het zijn gewoon 500 jongeren die nu een baan hebben, laat die in Amsterdam weer eens een kans krijgen. En 500 thuiswonende jongeren die geen baan hebben, want daar hebben we het over, 500, die moeten even wachten. Jemig. Ja, dankjewel Dirk-Jan. Laat die jongeren die geen banen hebben en afhankelijk zijn van de uitkeringen lekker thuis wonen, zegt Dirk-Jan. Maar geef die anderen die wel hard werken en baan hebben een kans op een woning. Er zit toch wel iets in, vind ik, Erik. Nou, kijk, op het moment dat dat echt om inkomsten gaat, dus mensen die gewoon het geld niet hebben en daarom thuis wonen. Daarvan heeft de heer De Wild al gezegd van, daar hebben we gewoon ook inkomenseisen van. Hè? Dus je hebt ook gewoon inkomensgrenzen. Ja. Die kan je stellen. Je moet dus als verhuurder, je moet gewoon je huur kunnen betalen. Alleen dat is wat anders dan iemand die bijvoorbeeld inderdaad, wat ik eerder heb gezegd, iemand die van zijn 20ste tot en met zijn 27ste heeft gewerkt, geld heeft verdiend, al 7 jaar wacht op een huurwoning, nu in aanmerking komt. Maar omdat hij op dat moment werkloos is geworden, er niet voor in aanmerking komt. We gaan vragen aan de man die achter dit idee zit, Ralf Mamedeus, CEO at Change, bij at Change. Kun je ons even in het kort uitleggen, wat is het nou precies? Want jij bent met dit idee gekomen.
Ja, natuurlijk. Nou, dank voor de uitnodiging. Nogmaals inderdaad, Ralf van Breeus, ChangeIs. ChangeIs is een concept opgericht voor het creëren van toekomstperspectief voor jongeren tussen de 18 en de 30 jaar. Inderdaad, werkende jongeren. Maar wel met een oogmerk om ook de niet werkende jongeren perspectief te bieden om richting werk te gaan. Er wordt een beetje gesuggereerd dat wij inderdaad aan een tweedeling zouden doen. Ik moet zeggen, ik deel de mening van de heer De Wild. Ik zal het niet in herhaling vallen, want er is al differentiatie op de woningmarkt met betrekking tot jongeren, studentenwoningen. Dat is er één van, maar het is al genoemd. Maar ja, wij zeggen van, als je huurwoningen maakt, dan heb je een keus. Hè? Dit is een marktinitiatief. Mm-hmm. Geen corporatieinitiatief. Dus dit zijn geen bestaande sociale woningen. Dit zijn woningen die op de markt komen door een bedrijfsinitiatief met een sociaal karakter. Maar dus even, je hoeft het niet te verdedigen. Ik ben echt even oprecht benieuwd, wat ga je precies doen? Dus je gaat nieuwe huizen bouwen. Ja, klopt. En dan? Nou, dan zeggen wij van, wij werken dus aan een toekomstperspectief voor de jongeren, niet studenten. En op het moment wat wij hebben gezien is, als je dus werk hebt als jongeren, dan loop je als de lager opgeleide jongeren een bovengemiddeld kans om op enig moment je werk te verliezen, omdat je juist geen woning hebt. Dat is niet mijn wijsheid, maar dat is gemeten, dat is onderzocht. Hè? Als je kijkt dus naar elementen dat jongeren die tot mbo-opleiding opgeleid zijn een hoger dan landelijk gemiddeld aan ziekteverzuim hebben, een hoger dan landelijk gemiddeld ongewenst verloop hebben, daar lopen ze eigenlijk een beetje tegen de lamp in hun carrière, in hun professionele carrière. Omdat ze geen goede basis hebben. Omdat ze geen woning hebben. Ja. Ja. En als je ze dus die woning verschaft, dan houden ze hun werk. Dan creëer je toekomstperspectief. Maar dan creëer je ook een maatschappelijk draagvlak voor ons allen, waar we allemaal aan mee profiteren. Oké, dat is dan één ding waarin je duidelijk een visie hebt. Iets anders is, je hebt er ook gekozen voor een wooncomplex. Het is niet zomaar dat je een huisje hebt en je doet je deur open en weer dicht en that's it. Maar je hebt een ander idee erachter, want het moet een wooncomplex worden. Ja, dat klopt. Wij hebben dus een concept ontwikkeld waar een koppeling wordt gemaakt tussen wonen, werken, leren en leven. Mm-hmm. En dat is een integraal concept, want wij zeggen dat dat de elementen zijn die samenhang met elkaar hebben, als het ware communicerende vaten. Maar wat betekent dat in de praktijk? Stel, ik ben nog 25, ben ik al een tijd niet meer, maar stel, mbo-opleiding en ik wil daar gaan wonen. Dan moet ik koffie gaan drinken iedere zaterdagochtend met andere mensen die er wonen? Nee, je bent absoluut niets verplicht. Primair is gesteld dat wij, als je werk hebt, dat je een woning bij ons kunt krijgen. Als je die woning dan ook hebt, dan zijn er een aantal faciliterende aspecten die wij bieden, waar je gebruik van kunt maken. Maar waarbij je zeker niet verplicht bent om gebruik van te maken. Ja. Maar toch heb je dat idee wel, het achterliggende idee dat het echt iets moet worden waar mensen samen ook doen, een soort community. Ja, een soort community, omdat wij zien dat jongeren van die leeftijdsgroep ook moeten leren te ontwikkelen, leren te leven. Hè? Ja. Dus niet leren in cognitieve zin, maar we zien dat ze bijvoorbeeld invullen van belastingformulieren, dat nog onbekend terrein is. Hè? En je weet dat dat een groep is die niet de wereld verdient, dus draagkracht vergrotende of koopkracht vergrotende effecten zijn meegenomen. Dat zit allemaal in ons programma. Waardoor je dus een extra setje krijgt bij ChangeIs. Maar dat klinkt ook een beetje als een soort studentenhuisvesting. Nee, dat is het niet. Het is toch echt wel anders dan studentenhuisvesting. Ja. Bij ons word je geacht om intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dus ook wel wat inbreng te hebben en iets te doen voor je directe En dat moet je solliciteren? Om te kunnen wonen? Je moet wel een motivatiebrief schrijven. Wij willen inderdaad zien van wat jouw motieven zijn om bij ChangeIs te komen te wonen. Ja. En hoe jij je toekomst over 5 jaar ziet. Hey, en kun je nog, hoe groot zijn de appartementen? Hoeveel is de huur? De appartementen zijn een kleine 30 vierkante meter groot. Wij beogen een sociale huur. Dat betekent onder de €500 kale huurprijs. Oké. En even, want Ralf, jij hebt dit nu, jij bent met dit idee gekomen. Je hebt er allemaal partners bij gezocht. Dit heb je nooit eerder gedaan, hè? Nee, dit heb ik nooit eerder gedaan. Ik kom wel uit het bedrijfsleven waar ik een heleboel andere grote zaken wel heb gedaan. En ik heb heel veel te danken aan de maatschappij. Ik heb 20 jaar een mooie carrière kunnen maken op het hoogste niveau.
En dat heb ik echt te danken aan de maatschappij. Op enig moment heb ik gezien en heb ik gedacht van... ja, ik wil ook iets teruggeven aan die mooie maatschappij. Ja. En hoe kan ik dan het beste doen... dan een stuk toekomstperspectief te creëren voor jongeren... die ons toekomst dadelijk gaan bepalen. Maar is dit een idee dat je zelf hebt bedacht? En vooral het feit dat het een soort wooncomplex moet worden... en dat ze dingen met elkaar doen, elkaar helpen met belastingpapieren invullen. Voor dat deel zou ik trouwens er wel weer willen wonen. Dat is altijd handig. Maar heb je, ik bedoel, zijn er in het buitenland voorbeelden? Want ik vind het, als jij dat zo zegt, denk ik... ja, ik zou het wel eng vinden om daar iets mee te komen... zonder te weten, is er een kans van slagen? Heb je afgekeken ergens? Nee, ik heb niet afgekeken. Ik heb het wel onderzocht of er elders dit soort voorbeelden al zijn. Dat is niet zo, het geval. Niet in het buitenland, niet in Europa, zelfs niet in Amerika. Dus dit is eigenlijk het eerste project in de hele wereld op deze manier. Het is geen toeval geweest dat ik dit zo heb ontwikkeld. En het is ook niet over één nacht ijs gegaan. Ja. Ik heb in mijn professie hiervoor, waar ik bedrijven reorganiseerde... heb ik geconstateerd dat heel veel van die jongeren inderdaad problemen hadden. En daar was ik helemaal niet van op de hoogte. Ik schrok er wel een beetje van dat jongeren gewoon geen woning hadden. En hoe ver de effecten daarvan reikten, ook op werkgeversvlak. Helder voor de jongeren die een baan hebben. Maar een van de jongeren die geen baan heeft, die mailt het volgende. Jongeren met een baan mogen niet worden voorgetrokken. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus werk of niet, recht bij inschrijving. Welk antwoord heb je voor hen, Ralf? Nou, ik vind inderdaad dat niemand voorgetrokken moet worden. Het is juist een opgezet om ook jongeren die tijdelijk nog geen werk hebben... Hè, want niemand kiest ervoor om langdurig geen werk te hebben... om die perspectief te hebben om naar werk op zoek te gaan... en op het moment dat ze het hebben, kunnen ze ook nog eens wonen. Het mooie van dit project is dat wij zeggen... er is altijd een groep die nog geen werk heeft en die daaronder zitten... maar wel intrinsiek gemotiveerd zijn. Als je die groep kunt vinden, dan zijn wij samen met de USG People bereid om... een sollicitatietraining te geven van 6 weken gedurende van 9 tot 5. Als ze zich daarvoor kwalificeren, worden ze ook nog eens bemiddeld naar werk. Dus wij doen ook juist voor die groep die nog geen werk heeft, zetten wij ons enorm in. En dat mag je me dan ook uitleggen. Want dat is een van de dingen, Ralf. Ik las dus inderdaad, je moet behalve dat je een baan hebt, moet je ingeschreven staan bij dat uitzendbureau. Waarom bij dat specifieke uitzendbureau? Nee, dat is niet het geval. Dat is niet het geval? Nee, dat is absoluut niet het geval. Je hoeft niet ingeschreven te staan bij dat uitzendbureau. Het is echt zo dat het is een hele grote speler in uitzendland. Maar daar werken dus ook een heleboel jongeren. En het is dus mooi als je dus via dat kanaal, via dat platform, ook jongeren kunt... Maar het hoeft niet. Absoluut niet. En iedereen maakt evenveel kansen ook iedereen als je ergens anders ingeschreven staat. Absoluut. Je kan gewoon via de website, je kan gewoon naar het kantoor. Het is dus niet opgehangen aan USG People. Een van de andere dingen die niet begrijpen, Ralf. Ik vind het, zoals jij het nu uitlegt, denk ik, nou ja, mooi initiatief. Waar ik me al jaren druk over maak, zijn al die leegstaande kantoorpanden in ons land. Waarvan ik denk, jongens, maak daar nou iets moois van. En nou ga jij met dit plan, ga je weer iets nieuws bouwen, terwijl wij zoveel leegstaande gebouwen in ons land hebben. En ook in Amsterdam. Waarom iets nieuws bouwen en niet een van die mooie leegstaande kantoorpanden ombouwen tot een wooncomplex voor jongeren met werk? Ja, dat hebben wij zelf ook gedacht in eerste instantie. Echter tweeledig kwam het volgende daaruit. Ten eerste wil je, als je deze jongeren huisvest, wil je een gebouw neerzetten waar ze trots op zijn. Waarvan de maatschappij ook zegt, nou als je daar woont, ja dan ben je goed bezig. Ja. Nou, dan is het omkatten van bestaande gebouwen wordt al erg moeilijk. En een hele kostbare zaak. Kostbaarder als in eerste instantie vanuit nieuwbouw een gebouw neerzetten. En welke bank investeert nou in vastgoed in deze tijd? Ja, dat is een grote bank. Ik wil de naam nu nog niet noemen. Maar een hele grote bank. En zeker opmerkelijk in deze tijd. En waarom wil je de naam nu nog niet noemen? Omdat wij nog wat contracten af moeten wikkelen met elkaar. Oké. Paulus, je wilt reageren. Ja, ik wil er graag wat over zeggen. Omdat we namelijk ook op die manier met gebouwen omgaan. Er worden ook in Nieuw-West kantoorgebouwen omgebouwd naar jongerenhuisvesting of studentenhuisvesting of juist ouderenhuisvesting. Dus het gaat om en-en. Je moet zoveel mogelijk verschillende dingen doen. En dit project, waar dus geen overheidssubsidie in gaat, wat gewoon een marktinitiatief is, en die kan zijn eigen regels stellen. En of dit nou de beste manier is, dat weet ik niet, maar het is een manier. Ja. En je moet zorgen dat je die markt zoveel mogelijk verschillende dingen daar neerzet. Erik? Ja, ik heb mijn bedenkingen over, als ik de presentaties heb gezien, over of er geen overheidsgeld in gaat. Want onder andere het traject van werkbegeleiding van USG People, wat hier ook aan gekoppeld wordt. Van het uitzendbureau. Van het uitzendbureau. Daarin wordt bijvoorbeeld in de presentatie gesteld van, dat is een volledige werkweek begeleiding van 9 tot 5. En dat wordt deels door Amsterdam moet daaraan bij gaan dragen. Dat staat in de presentaties. Dus ja, daar gaat wel degelijk overheidsgeld in. Dan vraag ik het aan Ralf. Ralf, zit er overheidsgeld in?
Nou, dat is iets tussen USG People en Amsterdam. Het is iets wat USG People aanbiedt als een mogelijkheid. En het hoeft namelijk niet. Maar als die daarvan gebruik wordt gemaakt, nou, dan gaan ze natuurlijk wel kijken van hoe kan je dat gezamenlijk bekostigen met elkaar, USG en de gemeente Amsterdam. Want de gemeente Amsterdam is daar wel de meest profiterende partij van. Ja, bovendien is dat natuurlijk een hele gekke manier om het voor te stellen. Natuurlijk zijn er mensen die subsidie krijgen op de een of andere manier. Als iemand bij de overheid werkt, kan je ook wel zeggen dat het subsidie is. Maar dat is dus niet zo. Ja. In dit project zit geen subsidie. Niks. Okay. Maar het blijft natuurlijk raar dat dit soort koppelingen erin zitten. En dat het dan dus wel voor het ene uitzendbureau geldt en niet voor het andere uitzendbureau. Ja. Want, maar Erik, wat zou jij dan willen? Want ik, nogmaals, van een deel kan ik je helemaal volgen. Maar van een ander deel denk ik, je maakt het nu zo ingewikkeld. Wat moeten we dan doen? Moeten we nu tegen Ralf zeggen, nou ja, jammer, ga maar lekker iets anders ergens anders verzinnen. Die woningen, die 400 woningen voor die mbo-jongeren met een baan, die komen er gewoon niet. Willen we best doen, maar dan wil ik van jou weten, Erik, wat gaat de SP doen? En dan echt iets concreets. Want Ralf zorgt ervoor dat er volgend jaar 400 jongeren in Amsterdam in een woning zitten. Wat heb jij deze 400 jongeren te bieden? Ja, wij willen absoluut dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Ja, maar hoe ga je dat doen? We weten dat je dat absoluut wil. Wij zijn een minderheidspartij en wij komen met heel veel voorstellen. We zien dat bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen worden verkocht. Of soms te koop staan, soms een jaar lang te koop staan en leeg staan met een bord te kopen. Dus op die manier verdwijnen er heel veel sociale huurwoningen in Amsterdam. Dus wij hebben ook absoluut gezegd van er moeten gewoon sociale huurwoningen bijkomen. En er moet ook de afbraak van sociale huur moet stoppen. Dus als je aan de ene kant de overheid gewoon dingen laat vallen, ja, dan krijg je dit soort particuliere initiatieven, dat snap ik ook. En dan kan je zeggen van hoera. Hoera als een particulier initiatief, maar dan wel gewoon binnen de wet en dan ook zorgen dat je niet bepaalde mensen gaat uitsluiten daarvoor. Want als het voor iedereen beschikbaar is, dan juichen we dit plan enorm toe. En wij dienen ook daarnaast allerlei voorstellen in om die sociale huurwoningen verder erbij te krijgen. Paulus de Wild? Ja, kijk. Als je nou zegt dat je ervoor inzet, hè? Erik Babbeldijk zegt dat hij je minderheidspartij is. Gelukkig zijn we allemaal minderheidspartijen. Dus je moet altijd compromissen sluiten en je moet voorstellen doen. En als er nou een voorstel ligt om extra te investeren in jongerenhuisvesting, dan is de SP tegen. Dus het is toch raar om nu te gaan roepen van dit mag niet, maar er moeten wel meer sociale huurwoningen komen. Nou, er komen ook meer sociale huurwoningen. We bouwen in Nieuw-West. Ja. In Nieuw-West worden 600 woningen per jaar gebouwd, voor een groot deel sociale huurwoningen. Nou, dat gaat steeds beter en steeds verder, ondanks die crisis. En ook op die koopmarkt gebeurt er nog steeds meer. Kortom, er gebeurt heel erg veel in Nieuw-West. En dit is een voorbeeld van een manier waarop het aangezet Even wordt. Terug naar Ralf Amedeus van AdChange. Je hebt net een beetje uitgelegd dat het moet een wooncomplex worden. Allemaal dingen samen wel of niet gaan doen als ze daar zin hebben, et cetera. Van elkaar leren samen wonen. Nou, samen dingen doen, dat doen ze in die studentenhuisvesting ook. Er is geen enkele plek waar het zo goor en vies en stinkt en ik zou er niet in willen wonen. Hoe voorkom je dat hier niet gebeurt? Ja, dat is inderdaad een belangrijk item. Dat begint eigenlijk al aan de wieg. En vandaar dat we ook hebben gezegd, het is een concept. Hè? Dus dan moet je ook heel veel aan preventie gaan doen. Maar als ik dan even een aantal zaken overslaat en ga kijken naar hoe ontwikkel je het gebouw. Want dat is een heel belangrijk item. Dan wordt dat een gebouw met een centrale ingang. Een atrium zogenaamd. Vanuit dat atrium, daar zit een receptie à la een hotel. Bemand, 24/7. Dus iedereen komt via één ingang binnen. Iedereen kent ook degene die achter de receptie zit. Want dat zal bemand worden. We varen in met huismeters. Dus kortom, dan ontstaat er een soort sociale controle in ieder geval in de gemeenschappelijke ruimtes. Ja, dat is één aspect van het geheel. Het tweede aspect is dat je dan geallockeerd of gewezen wordt naar je eigen wooncomplex. Het is ogenschijnlijk is het één gebouw, maar het zijn 3 tot 4 woontorens in één jasje. Dus dat betekent als jij in toren A woont en ik in toren B, dan is er geen interactie mogelijk tenzij jij mij op de koffie vraagt. Maar je wordt dus geleid naar je eigen gebouw toe. Dus je krijgt dan een schaalverkleinend effect. Okay. En dat zet zich nog eens door op verdiepingniveau. Maar dat is een heel belangrijk aspect naast de elementen van kwaliteit, duurzaamheid, trotsheid. Vandaar dat je ook moet gaan kijken naar geen hufteproef materialen, maar hele luxe
uitstraling van het gebouw. En het is echt belangrijk dat mensen daarvoor zijn. Ralf, even tot slot nog een vraag van John. Die zegt, en als je die woning betreedt, dan heb je een baan. En ik heb een baan en na een week verlies ik mijn baan. Moet ik dan mijn huis uit? Nee, het is, werkende jongeren zijn gewoon fatsoenlijke burgers als iedereen. Hè. Dat kan ons allemaal overkomen. Op het moment dat je nu werk hebt, kan dat morgen of overmorgen of een half jaar later kan dat anders zijn. Dus dan is het ook niet zo dat we daarop gaan toetsen. Wat we wel zeggen is, we gaan de drempel zo laag mogelijk maken, dat op het moment dat je je baan verliest, dat je ook weet dat je ondersteund kunt worden om zo snel mogelijk weer richting een baan te gaan. Vandaar dat er ook een koppeling is gemaakt met een uitzendorganisatie, zodat je heel laagdrempelig weer op zoek kunt gaan naar een baan. Ik wil nog even een nuance aanbrengen. En het heel is kort, dus, ja, ik moet stoppen. Het zijn dus geen jongeren alleen maar met een mbo-opleiding. Als je dus een lagere opleiding als mbo hebt, dan ben je ook welkom. Ik zou zeggen, laten we het een kans geven. Is dat goed, Erik? Maar deze conditie eraf en dan wel bouwen. Deze conditie eraf. Dankjewel Erik Bobeldijk van de SP, Paulus de Wild van GroenLinks en Ralf Mamadeus. Dankjewel. Dit was het weer voor vandaag. Lijn 1 vanuit Amsterdam. Morgen zijn we er weer. Tot morgen 10:30.